Al zo'n 15 jaar woont mevrouw van den Berg met plezier in een aanleunwoning bij tehuis de Bommonde. Ze is nog erg actief voor haar leeftijd en trekt er regelmatig op uit. Maar afgelopen woensdagmiddag was ze thuis toen er werd aangebeld door een man. Die zei: Ik ben van de belastingen. Ik kom u een prettige boodschap brengen. U kent geld. Ik zeg Kom maar binnen. Ja, ben ik, weet ik veel. Mevrouw Van den Berg is niet de enige die in de praatjes trapt. Jaarlijks worden zo'n 30.000 mensen het slachtoffer van een zogenaamde babbeltruc. De oplichters zien er vaak netjes uit en hebben zogenaamd officiële papieren bij zich. Hij zei, ja, zegt hij, ik kom u een prettige boodschap brengen van de belasting. U krijgt 4880 euro terug. Ik zei, wat zeg u nou? Ik zei, man, ik heb er hart aan van je. Hij zei, nou, zegt hij, zeg maar nou, uh, moet ik eventjes uh, even rekenen, zeg, want... Uh, ja, Daar moet ik ook rente van betalen, van dat geld natuurlijk, maar dat krijg u terug. Ik denk, nou ja, rente terug betalen. Hij zegt, heb u geld in huis? Ik zei ja, want ik was pas jonger geweest, dus ik had nog allemaal betaald, bewaard het geld. Hij zei, wat, ik zei, wat moet u hebben? Hij zegt: 210 euro. Ik denk, jezus, nog aan toe, dat is ook een rent. Maar mevrouw van der Berg gaf het geld toch, ondanks de vele waarschuwingen van haar familie om de deur niet open te doen voor vreemden en altijd om legitimatie te vragen. We denken van de belasting, denk je, jongen, je krijgt gauw terug. Nou, als ze bij u voor de deur zeggen, kom maar binnen. Ze <laughs> zijn onwillekeurig, zeggen, mag ik je pasje zien? Dat is, maar je bent zo overdonderd eigenlijk. Hè? Pas na afloop had mevrouw Van den Berg het gevoel dat er iets niet klopte en belde haar zoon op. Die schakelde direct de politie in. Het lijkt erop dat er niet meer mensen het slachtoffer zijn geworden van deze man. Maar de gebeurtenissen ziet mevrouw Van den Berg niet in de koude kleren gaan zitten. Beetje want trouwens, ja. Ik heb nou, als ik nu naar bed ga, doe ik de wc-deur openzetten. Dat die, en dan moet hij twee deuren openmaken, de, de voordeur. En ik heb daar een vogeltje staan. En als je dan nou nou voorbij gaat, de vogeltje piep 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 Dan heeft eentje gezegd, maar, dat moet je daar bij de deur. Als je binnenkomen dan gaat de vogeltje piepen. Toen ding is zo, ik denk, ben ik gek, klaar, ben gek. Als die binnenkomt, dan zie ik het wel hoor. Ik krijg wel altijd mijn stoot bij me hoor. En ik heb altijd het licht bij me, dus en ik heb gelijk het alarm bij me. Dus uit mijn uit, ben ik op de alarm. Uiteindelijk is ze ruim 250 euro kwijt. Het geld dat ze had gekregen voor haar 100ste verjaardag. Ik denk bij mijn eigen. ik had van mijn kinderen en voor het geld was een nieuwe stoel gekocht. Dat had ik zo graag gewild. Maar ik kwam dan wat over. Ik denk, nou voor een nieuwe jas, nou weg nieuwe jas. Mevrouw van den Berg heeft ervan geleerd en is blij dat ze verder niets is overkomen. En de deur zomaar open doen, dat laat ze tegenwoordig wel uit haar hoofd.